Oh, fuck! Oh, shit! Jongens, ik heb een hartslag van 1000 nu. Jongere mensen, super dat jullie kijken in deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal Games for Real. En in deze video, jongens, gaan wij proberen het nieuwe wapen in de game te proberen te vinden. Dat was iets te vaak te proberen in één zin. Jongens, oké, lol, dit heb ik altijd. Ik weet dan gewoon nooit wat ik zeg eigenlijk. Maar jongens, er zit dus een nieuw wapentje in de game. En dat is een revolver met een scope erop. Hoe vet is dat? Dat is best wel een apart wapen, zou ik maar zeggen. Dus die gaan we proberen te vinden in het mooie solopotje in Retro. En oh, dikke leg spike. En dus let's go, hondenhuis. Altijd my place to be, zou ik maar zeggen. Ik heb een pistooltje. Dat is één kill. Ik heb nog een pistooltje. Ik hoor, oh my god, het is smoker druk hier. Oh my god. Ik heb geen match. What's going on? Iemand wordt gesniped. Dit is echt... Holy shit. Wat gebeurt hier allemaal? Kerel, ga er niet van doorlopen. Vriend, kom terug. Hey. Kut, ik zit vast. Oh shit. Stress, stress, stress. Hij snipt nog iemand. Of niet? Of ben ik nog gek? Die kerel is een god, ouwe. Oké, deze guy is volgens mij mokend goed. Yo, wat doet hij? Hij heeft een shotgun. Fuck, ik niet. Ik heb geen match. Kom op, vriend. Ik heb geen match, jongen. Je bent bijna dood, vriend. Kom op. Oeh, zo, dat was een... Yo, what the fuck? Dat geluid. Oh, shit. Er komt nog iemand aan. Dus dan is... Kom op, één grote pot. Let's go. Oh my god. Kut, ik heb geen wapen. Of geen ammo meer. Loop alsjeblieft die trap in. Hij heeft een tactical, jongens. Kut! Nee! Hij is weak. Dankjewel. Oh my god. Ik heb nog steeds al mijn HP gewoon nu, hè. Besef. OM fucking G, ouwe. Ik kan dit niet geloven. Maar we hebben het zojuist gewoon overleefd. Holy shit. 3 kills in de broekzak. Ik heb niks qua match. Maar wel echt een lijpe shotgun. Dus dat is echt heerlijk. Zo, man. Ik kan het... Oké, er zit hier weer iemand. Hallo. Jij zit hier binnen. Woe! Dat is niet handig. Oh, shit. Een konijntje, jongens. Ik moet heel even kijken hoe ik deze kerel ga killen. Loopt hij nu buiten? Ja, dat is een ja. Dat is een ja, vriend. Fuck. Dat ging niet zoals gepland. Ik heb heel weinig ammo, jongens. Voor letterlijk alles wat ik heb. Hij zit hier binnen te campen, in dit huisje. Oh my god, wat een irritant persoontje. Als ik een trap had, vriend, was hij nu dood geweest. Kut, ik kan hier niet mouwen. Kom eruit. Vriend, kom gewoon hier, alsjeblieft. Dankjewel. Oh my god. Holy shit, wat een groot. Yes, we hebben de glider. Oh, chill, ouwe. Oké, dit is dus... Oké, wacht. Twee van die gouden dingen. Oh nee, ja, ik had er ook één. Wist ik wel. Lol. Jongens, we hebben dus de glider gevonden. Dat houdt dus in dat we nu de hele tijd kunnen redeployen met onze glider. Dus als we van een hoge afstand vallen, kunnen we gewoon lekker de glider opengooien. En dan is er gewoon niks aan de hand. Geen fall damage, niks erop en eraan. Dus dat is echt heerlijk. Dat is echt chill, ouwe. Dat geeft toch even een veilig gevoeltje, zullen we maar zeggen. Alright, ik hoor wie iemand. Smokertje druk hier, jongens. Holy guacamole, ouwe. Oh shit, tuurlijk. Nog iemand in onze nek. De stress, de stress. Ik ga hier naar binnen. Komt hij achter me aan? Hij blijft op het dak zitten. Ik heb geen match, jongen. Oh, dit is zo dramatisch. Je zit allebei op het dak. Ze zitten flink hoog te bouwen, volgens mij. Oh my god, kijk hoe hoog ze zitten dan. Kan ik hem raken vanaf hier? Op zijn hand. Oh my god, dit is toch niet te geloven dat ik die kon raken. Oh, chill. Die kerel is volgens mij weg aan het gaan met zijn ballonnetjes. Holy shit, kijk hoe hoog die zit, gast. Ik weet niet of ik hem moet pushen, fuck it.
Headshot, let's go. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Kampvuurtje. Kan ik die neergooien? Dankjewel. Holy. Nee, nee, niet mijn kampvuur. Nee. Oh shit. Oh shit, daar gaat mijn kampvuur. Ik heb geen match, jongens. Oh no. Drama, drama. Hij moet door die deur. Ik moet hem one-pumpen. Anders I'm dead now. Please hierheen, alsjeblieft. Doe het. Oh, wat is zo. Oh, wat daar. Ik hoor een vliegtuig. Gast, ik kan niks tegen deze guy. Ik heb een idee. Hop. Oh my god. Oh shit. Jongens, het houdt echt niet op. Maar deze kerel is zo hard geowned. Is die kerel nou gaan landen? Jongens, ik weet echt niet wat er gebeurt in dit potje. Ik zweer het. Ik weet het echt niet. Oh fuck. Oh shit. Jongens, ik heb een hartslag van 1000 nu. What the fuck gebeurt hier? Ik heb werkelijk geen idee, maar dit is moker hectisch gegaan. Ik heb wel verdorie 7 kills op kunnen pakken, ouwe. Holy shit, ik krijg jeuk overal gewoon van de zenuwen. Even op adem komen, man. Wow. What the f gebeurde hier allemaal? Ik heb even wel dringend heals nodig, man. Man. Dit is echt een van mijn hectische potjes ooit. Holy shit, gek. Holy shit. Ik heb wel iets van een medkit of überhaupt iets van benches of zo nodig. Dat zou wel heel fijn zijn. Het chillen is wel, we zitten echt tegen de safe zone aan. Dat is heel fijn. Ik kan het niet geloven dat we dit letterlijk hebben overleefd. Ik had niks qua meds. Het enige wat ik had is mijn lieve shotgunnetje. En die heeft ons echt even gered daar. Holy damn. Dat ding is namelijk zo sterk, ouwe. Van elke afstand wel. Holy shit, ik kan het gewoon letterlijk niet geloven, jongens. Ik kan het echt niet geloven. Oh my god. Oké. Even het hartslag op peil houden en even rustig aan doen nu. Ik heb wel even dringend heals nodig. Dat wordt nu even een zoektocht. Want ik moet dat wel even zien te fixen, want dat zou wel heel erg mooi zijn. Alright, kom op. Ik kan af en toe wel van die, natuurlijk die appeltjes hier gaan eten. Dat is denk ik wel het plan van de nieuw. Ja, laten we dat even doen. Holy shit, ouwe jongens. Sorry hoor, maar ik ben even helemaal... Dat was heel veel actie opeens. Kut, ik zie daar iemand lopen. Kijk, het kutte is... Ik zou die kerel wel aan... Dat is lekker. Hij wordt in zijn nek ook ge... Oh shit, er glijdt ook iemand in zijn nek. Het kutte is gewoon... Ik heb niet zoveel HP, jongens. Dat is het enige waar ik nu een beetje mee zit. Schijt, hij heeft ook niet zoveel HP. Ik heb zijn shield er vol afgepompt. Hij had wel iets van een deagle of dat nieuwe pistooltje vast. Die zou ik best wel willen hebben, denk ik. Als het een nieuw pistooltje is, natuurlijk. Heerlijk. Chill. Hij had een eagle. Helaas. Oké. Ik zat hem gewoon heel erg te... Oh my god. Daar zit nog een guy ook. We hebben gewoon die reap deploy, jongens. Dus ik blijf gewoon lekker hoog zitten. Scheid aan dat. Je ziet hem daar. Hij heeft mij niet door. Dat is een hit. Let's go. Vriend, je bent low, ouwe. Ja, hij mag me niet snipen. Oh god. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Blauwe, ik wou zeggen, man. Ik schiet hem toch helemaal vol. Let's go. Redeploy. Huppakeetje. En naar beneden. 9 kills, jongens. 13 man remain. Eigenlijk... Oh, we moeten wel een stukje rennen. Ik laat hem gewoon niet zoveel treuzelen. En laat hem gewoon lekker gewoon weggaan. Shit, oké. Wat is het doel? Ja, oké. Ik heb een idee. We gaan dus even lekker omhoog bouwen hier. Dat is plan, deel 1 van het plan. Dan ga ik naar die quads daartoe. En hoop ik dat er misschien een medkit kan liggen. Dat is meestal wel altijd het geval dat er iets ligt van heals. Maar in ieder geval een quad. Ik zie, wat is dat? Oké, dat is geen... Oké, er staat wel een quad. Nice, chill. Nee, geen heals. Het is wel geloot voor de rest. Oké, maar we hebben in ieder geval een quad om naar de safe zone te komen. Dat was natuurlijk het grootste onderdeel van het plan. Dus let's go. We gaan daarvoor. Ik moet alleen niet gelezen worden van mijn quad, ouwe. Dat is wel echt dramatisch als dat gebeurt.
Geen, jawel, appeltje, chill. Ik moet even alles wat ik qua heals kan innemen, moet ik gewoon meenemen. Dus dat is ook die appeltjes hier. Oké, hier nog twee, ja, chill. Of één, wat was het? Nee, shit, dat is maar één. Fuck, ouwe. Ja, we hebben gewoon heel weinig HP, dat is wel minder fijn. Waar is mijn quad heen? Huh? Waar is let... Ey, what the fuck? Boefy, kom eens terug, hè. Ik kerel nooit gewoon mijn quad, ouwe. Wat een... Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Wat de gozer, ouwe. Ik zit zo te kijken. Ik denk van, wat krijgen we nou? Ik zie mijn quad nergens. Die kerel pleurt er gewoon mee vandoor, ouwe. Wat een smiecht, ouwe. Wat een gozer. Kut, ik zie dat... Ja, fuck it. Ik moet even weer naar beneden. Oké, het plan wordt, jongens. Dan maar gewoon een fucking hoge ramp bouwen. En dan met de glider gewoon er vandoor gaan. Ik heb in ieder geval wel veel appels. Dus even de HP'tjes kunnen er wel even weer bijgekomen worden. Hoppakee, chill. Let's go. Nou, rip al mijn hout, jongens. Oh, wat kut. Wat kut. Dat had ik dus niet verwacht dat mijn quad werd gejat daar, man. Dat had ik echt niet op de planning staan. Alright, die kill is ook er helemaal naar vandoor te gaan. Ja, oké. Ik zie de safe staan op mijn map. What the f? Kut, we kunnen heel slow gliden. Oh shit, dat is die kerel met die quad ook, jongen. Wat een gozer, jongen. Waarom glijd je zo slow? Dat is echt heel kut. Oké, jongens. Oké, nu brengt langzaam de stress toe. Ik ga rennen. Fuck it. Niet schieten. Niet raken, niet raken, niet raken. Oké. Dit had ik niet op de planning staan, jongens. Oké, het plan is als volgt. Ik ga niet bemoeien met die fights. Ik ga vol op zoek naar heals. En eerst ook safe zitten, trouwens. Fuck, ik durfde. Ik twijfelde te lang. Oh my god, oké. Scheid, ik moet het doen. Ik ga ermee bemoeien, jongens. Oh, die RPG-kerel. Dat zijn lekkere hits, oké. Ik hoop niet dat iemand in mijn nek komt, trouwens. Yo, dit is echt heel erg kut. Fuck it. Hij is doodgegaan door zichzelf. Oh, wat een gozer. Dat is... Oh my god. Dit was iedereen. Oh my god, jongens. Ik heb minis. Hoe overleef ik dit steeds, man? Ik snap het echt niet. Ik moet wel even deze meenemen. Oké, kom op. Ik zag een medkit liggen als het goed is. Of niet? Het zijn gliders. Nee, laat maar. Het zijn on gliders. Akaatje mee. Die heb ik al. Neem die mee. Shotgun. Waar is mijn shotgun? Hier. Nog een mini. Kampvuurtje. Even snel erin gaan, jongens. Is dat een nieuw wapen? Nee, oké. Sorry, jongen. Ik ben heel erg gestrest nu. Oké. Wat is het plan? Eerst even zo'n mini innemen voor de zekerheid. Chill. Ik heb helaas geen tijd om nu mijn mooie kampvuurtje in te nemen. Ik neem wel even die glider weer mee. Huppakeetje. Oké, ik word gek van dat geluid. Van die quad, ouwe. Holy shit. Alright. Ik heb dit weer overleefd. Ik snap het echt niet, jongens. Hoe overleef ik dit? Holy shit. Holy shit. Alright. Oké, ik moet nu even wel... Oh, dat gaat wel snel trouwens, dat uitgooien. Oh shit. Ik drukte niet eens heel snel op spatie. Of ja, dat was niet eens de bedoeling. Alright, ik hoop nu even dat ik niemand tegenkom. En ik zie daar al iemand fucking lopen. Ja, ik kan gewoon die kampvuur nog niet gooien, man. Oké, ik hoop dat hij mij totaal niet in de gaten gaat krijgen. Dat zou mooi zijn. Oké, ik blijf wel de hele tijd links kijken. Natuurlijk moet ik wel rechts kijken. Oké, ik moet eerst even naar de station toe gaan. Of zou ik eerst op de kampvuur gaan zitten? Fuck it, ik ga het doen. Op het kampvuurtje. Fuck it, ik denk dat de Sezam best wel slow gaat nog. Oh, kom op. Dan heb ik in ieder geval gewoon genoeg HP om te gaan pushen nu. Maar stel dat ik in het open word geraakt, dat is helemaal kut. Waar is die gozer nu gebleven? Ik zie hem niet meer. Shit, oké, ik moet gaan. Shit, we hebben niet helemaal max kunnen gebruiken. Maar in ieder geval wel genoeg. Oké, ik zie daar ook iemand lopen. Oké, dat is één. Hier links van mij twee. Ik weet niet waar nummer twee... Oh, die loopt daar al. Oké, er lopen twee mensen sowieso voor mij. Dat is chill om te weten, man. Die kerel gaat naar die boom toe. Die gaat op dat bergje zitten. Dan is er nog wel een... Dan moeten er nog twee zijn, of niet? Oké, die kerel gaat die boom hakken, denk ik. Alright, oké, we zitten safe. Mooi, dat is in ieder geval wat ik al wil hebben. Nu kunnen we op zich wel de fights aangaan.
Ik heb ook genoeg mats, man. Ik heb een heerlijke aantal mats. Alright. Ik ga maar gewoon een beetje pushen, denk ik. Schijt, hoe minder mensen erover zijn, hoe beter, hè? Waar de fuck zitten ze nu? Wat krijgen we nou? Zijn alle twee weg? What the fuck? Ik snap echt niet. Spoken. Oh nee, laat maar. Spook 1 is gevonden. Oh shit. Wat is, die gozer speelt op de rand, ouwe. Dat vind ik doodeng. Wat is die gozer van plan? Ik ben een beetje aan het kijken voor mijn omgeving, jongens. Straks word ik gesniped. Je weet maar nooit trouwens waar iedereen zit te campen deze tijden. Alright, even zien. Waar is nummer 2 dan? Die rode skin. Waar is die gast? Airdroppie daar. Oeh, shit. Daar zit een toren. Oké, ik ga deze keer gewoon pushen. Oké. Hij speelt op die rand, man. Dat is dood. Oh, kut. Ik sloeg me bijna mezelf naar beneden. Holy shit. Dat is zo doodeng. Oké, lekker. Jongens, nog 2 mensen, ouwe. 100... Waar zitten ze dan? Dat snap ik dus nu even niet. Even denken. Even kijken ook. Oh, de airdrop werd gepakt. Oh, hij zat in een bosje, hoor. Oh, wat een gozer, jongen. Oh, dit. Oké, nice. Dat is in ieder geval 1. Oké, dat is nummer 1. Dat is de knock-ups. Waar is nummer 2? Dat is die poeseskin, volgens mij. Ik denk dat hij ergens in een motel zit. Alright, jongens. 11 kills al. Dat is in ieder geval de 10 kills minimaal gehaald. Dus dat is mooi. Zitten met elkaar in de fight. Oké, nu moeten we mee gaan bemoeien. Beetje omhoog bouwen en gaan gewoon gliden er naartoe. Let's go. Dit gaat zo slow, maar oké, scheid. Ja man, nu is de tijd. Knock-ups. Hoe is die kerel? Zou die grappler gebruiken? Dat is denk ik wel handig. Nee, fuck it. Ik neem die gewoon mee. Zo, let's go. Oké, we moeten zo naar de safe zone toe. Die kerel is in ieder geval heel erg low. Maar waar is die andere gast? Ik weet me nooit. Straks val ik in die trap. Die knock-ups guy. Oh, die zit hier volgens mij. Ja, ja, ja. Vriendje kan wel lekker dansen, maar ik hit je er gewoon doorheen, hoor. Ik wou zeggen, dat is een beetje zo'n gozertje van ik kan te veel. Muscle! Deze keer kan ik wel snel vliegen door die glider. Dat is niet aardig. Wat ga jij dan doen? Hij gaat ook mijn launchpad gebruiken, 100%. Ik denk dat hij aan het heal is, man. Oké, ik zit in ieder geval safe. Lekker op mijn kampvuurtje. Ja, doei. Oké, lekker. Let's go. Ik weet niet of hij een sniper heeft namelijk, maar hij moet zo meteen mijn kant op, dus dat is super chill. Oh, wat een hinderlijk. Ik weet niet of hij nog veel HP heeft, jongens. Nee, dus. Oh, shit! Yo, what up? Ik kan hem even... Ja. Yeah. Oh, fuck. Oh, dat ging... Ik wou zeggen, ik kan niet meer dansen. Oh shit, ouwe. Wat een lekker potje was dit, gek. Holy shit, gek. Oh my god. Helaas hebben we natuurlijk niet een nieuw pistooltje. Ik wou... Ja, dat krijg je ervan als je zo'n heerlijk potje hebt gekregen. Dan ben je even helemaal weg gewoon. Maar holy shit. Echt, in wat voor close ending. We zaten steeds zo dicht bij de dood, zou ik maar zeggen. En holy shit, we hebben het alsnog al geklaard met 13 kills. Dat is natuurlijk een super mooi aantal om een solo potje mee af te sluiten. We hebben wel lekker de glide systeem weer kunnen gebruiken natuurlijk. De glide redeploy. Helaas de pistols niet gevonden, maar hey.
Dat komt wel voor een andere keer. Maar in ieder geval, jongens, super dope. Thanks voor het kijken. Hopelijk vonden jullie de video leuk. Vergeet niet zeker even op dat blauwe duimpje te pompen. Dat zou super dope zijn. En volg je nog niet op Instagram? Dit is mijn Instagram. Dat zou super dope zijn als je daar ook even een followtje op gooit. Daar gooi ik altijd op wanneer ik een video upload of wanneer ik live ben. Dat zou super dope zijn. En jongens, dan ga ik het hierbij laten. Tot de volgende keer. En later, mensen. Bye bye.